Goedendag, welkom bij NL Sport. Ik ben Moes Harout en ik zit hier naast Martijn Prinsen van VI Haarlem. En ik zit hier naast zit ik ook nog met Jos de Jong. En die is van de host van de 023 Voetbal. En tevens expert op het gebied van kunstgras. In ieder geval goed ingelezen, laat het daarop houden. En we gaan het vandaag voor een groot deel hebben over kunstgras. Omdat dat weer opnieuw actueel is. En daarom geef ik als eerste het woord aan Jos. Ik zie dat jij een heel veel spullen hebt. Ja, ik heb heel veel meegenomen, al is er maar ter heugensteun. Ik zal gewoon proberen zoveel mogelijk uit mijn hoofd te doen. Er is heel veel te doen over de kunstgras. Ik heb daar 2,5 jaar geleden uitgebreid artikel over geschreven. Onder andere in 023 Anders. En dat was mede naar aanleiding van het feit dat er bij HFC, de Koninklijke HFC, een nieuw kunstgrasveld gelegd zou worden. En ik me toch wel heel erg had verbaasd over die rubberen korrels die erop lagen. Ik dacht, wat is dat nou eigenlijk? Wat is dat voor spul? Daar ben ik eens gaan onderzoeken. Ik kwam op het net, op het internet terecht en ik zag al dat er in 2004 ook al een onderzoek is gedaan door de Telegraaf, waar men helemaal niet uit is gekomen. Het is gewoon helemaal op nul geëindigd. Maar ik ben verder gaan zoeken. En ik vind dat onderzoek is gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik ben ook in Amerika terechtgekomen bij een dame die een aantal keepers heeft opgeleid in Amerika. En van de 38 keepers die zij onderaan begeleiding heeft gehad, zijn er 34, schrik niet over jaren verdeeld, 34 die leukemie hebben opgelopen. Dus dat is natuurlijk heel raar. Ze heeft die link gelegd van hoe kan dat nou dat het specifiek die keepers zijn. Maar ja, die keepers liggen natuurlijk de hele tijd over de grond enzovoort enzovoort. Toen is ze dat gaan onderzoeken en toen zijn we terechtgekomen bij die rubberen korrels. En is mee gaan kijken van waar bestaat dat nou eigenlijk uit? Wat is dat nou eigenlijk voor spul? Ja, nou als je dan weet, ik maak altijd een hele rare vergelijking. Misschien moet je erom lachen, maar ik zeg het dan toch maar. Als je achter een auto gaat hangen en die rijdt met 80 kilometer en die trapt bovenop zijn remmen. Dan zie je van een enorme rookwolk eronder uit verschijnen. Hoe komt dat? Die band die wordt hartstikke warm. Het rubber wordt als het ware, nou het wordt niet vloeibaar, maar het wordt dermate heet dat het rookontwikkeling afgeeft. Als je daarachter gaat hangen, dan krijg je pure kankerstoffen naar binnen. Dat is gewoon bekend. Dan heb je die bolletjes, die worden gemaakt van gemalen autobanden. Daarin zit allerlei polycyclische aromatische koolwaterstof in. Er zit zink in, er zit benzeen in, enzovoort, enzovoort. In ieder geval, heel veel gifmateriaal zit erin. Maar je kunt je voorstellen, als je die kleine bolletjes hebt, ik heb wat meegenomen van het veld. Je ziet het, het is allemaal aardig spul. Als je hier op voetbalt in de winter, dan is dit spul gewoon koud. En dan heeft het geen enkel probleem. Rubber, waar die stoffen vanaf komen, dat ontstaat pas bij warmte. Oké, dus wat je nu dus doet. Dit is gewoon koud, dit kun je gewoon in je handen hebben, is helemaal niets aan de hand. Het is niet gevaarlijk, hè? Dit, wat je nu dit doet. Is niet gevaarlijk, dit is absoluut. Nee, maakt helemaal niks uit. Daarentegen, als het nu in de zomer is en dit wordt heet, zoals zo'n band achter een auto, dan gaat dit, dan komt van al deze bolletjes, komt diezelfde rookwolkjes af, die je er weliswaar niet ziet, want ze zijn heel klein. Maar dit lost als het ware op. En dit wordt warm, naarmate het warmer is, komen er steeds meer stoffen vrij. Als je er gewoon overheen rint. Ja, je ruikt het ook, hè? Je ruikt het stinkt enorm. Ja. Als je er gewoon overheen rint, is er in feite weinig aan de hand. Kijk, we zijn allemaal rond de 1,50, 1,60. Die stoffen die liggen op de grond, dus het zal zo vaak niet lopen. Maar bij kinderen die anderhalve turf hoog zijn, is het toch wel wat gevaarlijker. En naarmate dit warmer wordt en meer stoffen vrijkomen, is dat dus ontzettend schadelijk. Voor met name kinderen om op te voetballen. En je ziet het ook, en dat verbaast me steeds. Ik ben zelf scheidsrechter en ik zie in de zomer echt de raarste dingen gebeuren met dat spul. En iemand die maakt een sliding en die haalt op kunstgras. Dit is de standaard kunstgras. Ik heb hier ook nog andere soorten kunstgras meegenomen. Dat ziet er wat anders uit. Dat heeft vele voordelen boven dit. Maar als je gewoon standaard kunstgras pakt en je maakt hier een sliding over, dan haal je benen mee open. Ja. Als dit spul ertussen ligt en je haalt je benen open, dan blijft dat spul gewoon op je benen plakken. En ik zie dat ook steeds zomers, met name als het warm is en er wordt zo'n sliding gemaakt, dan blijft dat spul op die wond plakken. Oké, ze schudden het wel uit,
Maar als dat spul al warm is en het komt in aanraking met je bloed of met je been en dus met je bloed omdat je een sliding hebt gemaakt, dan heeft dat ook schadelijke effecten, want die stoffen die dringen meteen naar binnen via je bloed. Oké, dus eigenlijk met hockey, want daar volgens mij is het ook kunstgrasvelden, is het risico eigenlijk kleiner omdat mensen daar geen slijdingen maken. Maar daar ligt ook geen rubber op. Nee? Dat zijn zand ingestrooide velden. Wat wel een bijkomend probleem is, en daar hoor ik eigenlijk helemaal niemand over. Al die velden waarop gevoetbald wordt, dat zijn uitgeklede versies van hoe het ooit ontwikkeld is. Want het moet eigenlijk zo zijn dat die velden altijd nat zijn. Ja. Ik zie bij ons in de regio zie ik één club die dat regelmatig doet. Dat is HBC, op het nieuwe hoofdveld van ze. Verder speel je altijd op een kurk droog. Ja, ja. Dit is gewoon geen doen. Nee, dat kan niet. Dit is gewoon gevaarlijk. Het is ook zo dat er bij die kunstgrasvelden, als ze worden aangelegd, is het hele sterke advies. En ik geef jammer gelijk van, elke dag moet je gewoon sproeien. Je moet gewoon op het moment dat erop gespeeld wordt, dan moet het ten eerste je glijdt makkelijker. Waardoor je gewoon minder brandwonden oploopt. Want in principe zijn het gewoon brandwonden. Het zijn schaafwonden. Ja. Maar goed, het, overal liggen die velden helemaal uitgekleed. Ja. En dat is eigenlijk een hartstikke gevaarlijk. Nou, daarom is dat kunstgras is heel erg interessant. Maar daar zal ik het zo wel even over hebben. Daar heb je dus veel minder problemen mee. Maar in ieder geval, er is geconstateerd dat er een mogelijke leukemie door kan ontstaan. Volop bewezen is het niet, maar men is zich het afgelopen augustus, toen dit weer opnieuw begon te spelen, ik weet niet, misschien hebben ze mijn artikel nog eindelijk eens een keer gevonden, is dat enorm gaan spelen, enorme paniek ontstaan. Ajax die zijn velden ging sluiten. RIVM die als een gesmeerde bliksem een onderzoek moest gaan doen. Nou, het eerste onderzoek, ja, het was mij al bekend wat de uitslag was voordat ze ook maar hadden besloten om het te gaan nemen. Ze hebben een onderzoek gedaan bij 100 velden, kunstgrasvelden. Maar op elk veld ligt hetzelfde rubber, dus ik weet niet waarom ze dat op 100 velden hebben gedaan, maar goed. Ze hebben in ieder geval gezegd dat ze bij 100 velden hebben gedaan en hebben geconstateerd dat het geen kwaad kan. Maar de pers is ook verder gaan zoeken en die is er wel degelijk achter gekomen dat het wel kwaad kan of in ieder geval, er bestaat geen zekerheid dat het geen kwaad kan. Precies, dat is het. En het is gewoon, ik vind het gewoon heel erg belangrijk, zeker als die kleine kinderen op voetbalvelden zijn spelen. Je brengt je kind naar voetbal omdat ze gezond bezig willen zijn. Ze gaan lekker sporten op gezonde velden, en tenminste dat hoop je op gezonde velden. En dan wordt ze geconfronteerd met dit rubber. Zijn ze 1,5 turf hoog? Ik vind het niet pas. Maar hoe lang is dit nou, deze velden? Hoe lang liggen die er al? Liggen die al 10 jaar, 20 jaar? Ik denk dat je ongeveer kunt praten over 10 jaar. Ja. 10, 12 jaar, zoiets zal het wel zijn. Hè? Dat men is begonnen met kunstgrasvelden. Misschien de allereerste velden, en heb ik bijvoorbeeld over het kunstgrasveld dat bij HFC Haarlem ligt, dat ligt er langer. Maar dat was ook ingestort met zand. Okay. Maar ik denk dat dit inmiddels een jaar of 10, 15 dat gebruikt wordt. Okay. Want zand is natuurlijk ook interessant, zeker omdat dan die... Kijk, waarom zitten die rubbers die rubberen korrels er eigenlijk tussen? Dat is om stabiliteit te geven aan het kunstgras. En de demping. Kijk, als je dit zo hebt en gaat hier zo overheen, dan blijft het alles gewoon, dan blijft het plat. Maar het gras moet natuurlijk ook overeind komen. En daar zorgen deze korrels ook voor. Het gras blijft overeind en de demping is beter. Ja, dus in feite is dat dus eigenlijk, heeft men voor voetbal technische redenen heeft men dat rubber toegevoegd. Ja. Maar gezondheid technisch, is het nog discutabel? Ja, ik denk dat er een heel groot probleem op dit moment is waarom er niet van de kunstgras afgestapt wordt. Het zijn gewoon de financiën. Ja, oké. Okay. Zo'n veld kost tussen de 2 en de 4 ton om aan te leggen. Daarnaast heb je nog alle hekwerken eromheen. Je hebt een andere soort drainage heb je nodig voor dat veld. Het liefst had ik ook gehad inderdaad dat de KNVB zou zeggen van of de RIVM en dan daarna de KNVB van we stappen er vanaf. Maar ik denk echt dat dat op dit moment gewoon een grote geldkwestie is. Ook de gemeente Haarlem, we hebben 23 van die kunstgrasvelden hier liggen. Ja. En er wordt gewoon niet gezegd van stappen vanaf. Ja, oké, maar als we nou naar de toekomst gaan kijken, ik bedoel even simpelweg met asbest. Vroeger was asbest werd overal gebruikt. Op een gegeven moment kwam erachter dat het toch schadelijk werd. Weer later was het echt verboden. Nou, als deze actie ook zo verder gaat met deze korrels, dan krijgen ze over 20 jaar misschien de schadeclaims. Nou, dat je slaat spijker op de kop.
Dat is precies hetzelfde met sigaretten roken. Vroeger deelde je aan iedereen sigaretten uit op feesten en partijen. En niemand wist dat het schadelijk was voor de gezondheid. Op een gegeven moment een onderzoek, het zou wel eens schadelijk kunnen zijn. En de effecten manifesteren zich 25 jaar later. Ja. Dus hierbij precies hetzelfde. En het kan eenvoudig nog niet voor 100% worden bewezen dat dit spul inderdaad kankerverwekkend is. Dat kan niet. Daar kom je pas achter over 20 jaar. Maar het is natuurlijk een beetje slordig om nu, als nu al de discussie ontstaat van het zou zelfs schadelijk kunnen zijn, om dat nu niet al te gaan oplossen en geen 20 jaar te gaan wachten totdat al die kleine koters tegen de 40 zijn en al met leukemie rond gaan lopen. Dat is natuurlijk schandaal, er moet nu iets aan gedaan worden. Maar wat jij zegt is natuurlijk ook heel erg belangrijk, want de enige manier om dit inderdaad te verhelpen zijn al die kunstgrasvelden afbreken. Er is ook wel eens de suggestie gedaan om al die korrels hier tussenuit te zuigen en er dan kurk tussen te gooien. Dat kan, maar dat is ook een hele dure kwestie. En als je alleen over Haarlem praat, dan heb je het gauw over 15, 20 miljoen. Wat men moet gaan investeren om die velden te vervangen. Ja, en het probleem daarnaast nog is, kijk, in principe heb je één alternatief, hè, om die velden mee op te vullen, is kurk. Maar kurk is een natuurproduct. Ja, ik heb het hier meegenomen. Kurk is hartstikke mooi om te gebruiken. Maar inderdaad, wat je zegt, het is een natuurproduct en het is heel schaars. Een natuurboom of een kurkboom groeit heel erg traag. Precies. En er is één fabrikant in België die dit continu gebruikt. En dat heet, hoe heet dat, Naturafil, geloof ik. Ja, Naturafil. Maar het is hartstikke duur. Het is 2-3 keer zo duur als die rubberen korrels. Ja, autobanden van de sloop, die zijn er zat. Maar kurkenbomen op de sloop, die kom je niet tegen. Dus het is heel duur spul. En deze fabrikant die zegt ook van, als de tendens zo doorgaat met de groei van die kurkenbomen, dan zijn ze waarschijnlijk maar in staat, om over de hele wereld, praat je over de hele wereld, 40 tot 50 kunstgrasvelden per jaar te kunnen aanleggen. Omdat het zo schaars in is en zo duur. Ja. Ja, en we weten allemaal hoe de macht en het geld in elkaar zit. Dus TZT zal er toch een bepaald alternatief voor gezocht moeten worden. Ja, ik zie. Ja, technisch kun je dat natuurlijk niet maken. Maar we hebben dus nu, dit zijn dus echt versneden autobanden. Ja. Maar je zou toch ook een andere rubbersoort kunnen gebruiken waar het toch minder kwalijk is? Of? Ik denk dat rubber sowieso gevaarlijk is als het warm wordt. Nou ja, ik, ook wat dat betreft, wat jij nu zegt, dat is denk ik prijstechnisch ook weer een ander verhaal. Omdat dit als het ware gewoon een restproduct is, een afvalproduct. En kijk, we hebben de discussie toen gehad, hè, dat de waardes in dit rubber, die waren te vergelijken met het rubber wat bijvoorbeeld in zo'n volksspeling voor een kind zit. En je hebt consumentenwaarde, maar je hebt ook weer de waarde, en daar is in eerste instantie mee gemeten, van de autobandenhandel. En het is gewoon een heel ingewikkeld verhaal, maar ik denk in eerste instantie, kost wat het kost, dat er moet gekeken worden van wat is veilig voor de kinderen. Want je kan kinderen van 6, 7, 8 jaar, die kan je niet ergens op laten voetballen, waar je niet 100% zeker van bent dat het veilig is. Precies, want die stoppen ook overal, dat ruiken in de mensen overal. Ja, je ziet het bij keepers ook. Hè. Dan, soms lopen ze met die korrels in de mond. Dus het uitspugen, maar je kunt het zo inslikken. Als je het inslikt, dan wordt het ook warm. Hè. Dan gaat het in je lijfpunten werken. Dus het is gewoon een echt gevaarlijk spul. Okay. En er zit zink en lood en kwik zit er ook in. Kwik en, heerlijk spul. Daar moet je met je vingers vanaf blijven. Ja. Ik hoop dat men tot een conclusie kan komen dat inderdaad die bestaande kunstgrasvelden toch op de een of andere manier moeten worden vervangen. En dat ze een alternatief vinden voor dit kurk. Of in ieder geval voor dit rubber. Ik hoop het. Want hier moet echt iets aan gedaan worden. Prima, Jos. Ik kijk even naar de tijd. En we zijn aardig uitgelopen. Oh, is het alweer zo? Ja, nee. Ja. We gaan stoppen. Anders gaan we ineens echt verliezen. Misschien zijn ze al naar huis gegaan. Mag ik jullie bedanken? Ja. Jos, ik zie jou weer terug bij 030 Voetbal. Ja, jou zie ik bij Voetbal in Haarlem. Ja. En mensen, tot ziens. Oké. Tot de volgende keer. Oké, bedankt.